Ik ben in de kleedkamer. Ik heb best wel veel dingetjes. Even een tipje van mij. Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik naar Rotterdam samen met mijn vader, die zit hier naast me. En we gaan eerst shoppen en dan ga ik jullie meenemen de pashoekjes in. Kijken of er leuke dingen zijn in de winkels. Nu wordt het even donker. En daarna gaan we naar een open dag van de Erasmus Universiteit. Misschien wil ik daar studeren, maar er wordt vanuit mijn school aangeraden om in de vierde al naar open dagen te kijken en zo. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik ben heel benieuwd, want ik ben nog nooit bij een open dag van de universiteit geweest. Überhaupt ben ik volgens mij nog nooit echt op een universiteit geweest. Ik ben heel benieuwd hoe het daar aan toe gaat. En we gaan naar 3 sessies, maar ik weet niet of ik dat ga filmen. Ik denk dat ik gewoon alleen het shoppen ga filmen. Mocht je denken, wat heeft zij met haar stemmen gedaan? Ik ben echt verkouden geweest, negatief getest. Verkoudheid is soort van wel weg, maar mijn stem is echt nog ruk. Ik heb niet gefeest of gerookt, wat ik overal te horen krijg. Dat is niet gebeurd en mijn stem is gewoon heel slecht. Ik hoop dat jullie het wel kunnen volgen en mij kunnen verstaan. We gaan gewoon een leuke dag van maken en ik neem jullie gezellig mee. Laten we snel beginnen. We zijn nu bij de markthal. Nooit geweest hier. Maar het is echt heel groot en je hebt allemaal eetkraampjes, echt heel erg veel. Dus ga je even kijken. Ik ben eigenlijk nog op zoek naar Sportshirt, dus we gaan hier even rondkijken bij Perry Sport. Joehoe! Kijk, ze hebben wel shirtjes, maar ik weet niet, die fit ziet er niet heel erg goed uit ofzo. Ik heb nog niet echt iets waarvan ik denk, sorry voor deze muziek trouwens, maar ik heb nog niet echt iets waarvan ik denk, nou dat vind ik echt leuk. Dus ik denk niet dat het hier gaat worden. We zijn nu hier en dit is de koop, hoe heet het nou, de koopgoot van Rotterdam. Nu zijn er allemaal winkels en dan gaan we even kijken. Even om het aftakje, maar wel allemaal leuke winkels. Dus we gaan even kijken. En het is overdekt soort van, met kerstverlichting. We zijn nu bij de Zara. Kijk, deze blazer is leuk. Ik vind die ruitjes leuk, maar hij is vet duur, dus dat gaan we eventjes niet doen. Dit jurk is ook echt zo cute, maar ik weet niet. 30 euro's. Weet u dat u hier niet mag filmen? Nee, dat wist ik niet. Nou, bij deze dan. Dat u de winkel uitgaat. Misschien is dat wel echt zo, hè? Hier hebben ze al die jasjes, van die geruite jasjes en zo. Deze jas had ik net even kort gepast. Ik heb het niet gefilmd, maar hij is wel echt vet leuk. Maar hij is 90 euro. Dus dat gaan we eventjes niet doen. Maar hij zat ook niet helemaal perfect. Mocht ik ooit zo'n echt leuke lange jas perfect vinden, voor goede prijzen ga ik hem behalen. Ik ben in de kleedkamer. Ik heb best wel veel dingetjes. Veel shirtjes en een broek. Dus ik ga passen, gaan kijken. Ik heb altijd jullie geshopt, dus ik mag op zich wel weer wat kleding kopen, vind ik zelf. Ik hoop dat jullie me echt kunnen horen. En anders, ja, dan ga ik wel inspreken of zo. Let's go. Dit is het eerste topje. Hij kost een tientje, ik heb in een maatje S, maar kijk, je ziet ook hier spitkaartje. Hij schijnt echt super erg door. En het is een S, maar hij zit echt strak wel. Dus deze ga ik niet doen. Dit is echt een beetje topje dat echt elke chick heeft. Maar gaan we niet doen, maar wel leuk geprobeerd. Dan dit topje. En aan de ene kant vind ik dit echt vet leuk en aan de andere kant weet ik niet zo goed wat ik hem ervan moet vinden. Want het heeft een beetje zo'n, ja, wat bijzonderder patroontje. Het kost 13 euro en ik heb hem in een maatje S. Maar kijk, bijvoorbeeld zo gewoon. Dat zou ik wel leuk vinden, denk ik. Dit is zo'n basic t-shirt topje. Deze kost 6 euro. Ik denk wel dat ik deze ga doen, want dit is gewoon vet handig. En zeker in het koude weer vind ik dit handig voor leren. Of onder een vestje of zo. Dan heb ik niet altijd hemdje aan, maar gewoon iets, net iets meer. Dus deze ga ik denk ik wel doen. Ik had wel eerder zoiets gepast bij de Bershka of zo, maar die zat niet helemaal goed. Maar deze zit wel gewoon goed. Deze heb ik in mijn eigen maat in met S en ik kost dus 6 euro. Dan deze. Deze lijkt een beetje op die witte, maar hij heeft geen touwtjes. Hij is gewoon zo geplooid. Deze is 13 euro. Ik heb in een maatje S. Ik denk niet dat ik hem ga doen, want ik vind hier heb je een soort van stof over of zo. Nou, ik weet niet. Het staat net niet helemaal mooi en
Ik heb wel al iets dat hier een beetje op lijkt, dus dan ga ik het niet doen. Maar wel, het is wel goed materiaal voor de prijs, vind ik Zara. Doet het goed. Deze ga ik sowieso doen. Ik vind het zo leuk. Het is maatje S, maar hij valt iets groter. Hij kost 18 euro. Ik heb hem gewoon in... Ja, maatje S zei ik net al. Maar dit zit zo leuk. En het is echt heerlijk stofje. Vind ik ook echt leuk. Ook op deze outfit. Echt leuk. Deze vind ik echt leuk. Deze broek had ik ook nog gepast. Deze kost 26 euro. Ik heb hem ook in de S. Maar kijk, hij valt niet echt helemaal hoog. Achter valt hij op zich gewoon prima. Maar het is niet echt een soort van jeans. Het is meer een soort van legging of zo. Hij zit hier, zeg maar. Vanaf hier zit wel mooi. Gewoon goede lengte en zo. Maar nee, dit wordt hem niet. Maar ik ben nog wel op zoek naar een goede zwarte broek. Want de broek die ik nu heb, vind ik niet meer zo... Die is helemaal uitgelupperd. Die heb ik ook al best wel lang. We waren net bij bakker Bart. En ik had zo'n social deal dat je voor 6 euro een bartje mag. En een drankje en een donut. En het was echt lekker. En normaal alleen al is een bartje 5 euro. Dus dat is echt een goede deal. Even een tipje van mij. Ik heb alleen bij de Zara wat dingetjes gekocht. Maar dat hebben jullie ook gezien. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb uiteindelijk dat zwarte t-shirtje gekocht. Dat groene topje. En dat gestreepte topje. Dus daar ben ik allemaal echt blij mee. Ik ga nog wel op zoek naar een zwarte broek. En ik heb nog wat meer inspiratie gekregen. En mijn vader komt nu terug. We gaan nu uit de fakir naar de Erasmus Universiteit. Lydia. Oké, we zijn ondertussen weer thuis. Mijn stem is volgens mij wel iets beter geworden en ik ben echt blij. Ik ga zo naar personeelsuitje van de Appie. We gaan leesgame in de Albertijn. Dus dat is best wel grappig, denk ik. Ik weet niet wie er allemaal komen. Best wel veel mensen volgens mij, maar ook wel een stuk niet. Maar de mensen die ik eigenlijk een beetje heb gevraagd of ze komen, die kwamen eigenlijk allemaal. Dus ik heb er wel zin in. Het begint over een paar minuutjes. Het is nu ongeveer 10 uur. Dus het is wel echt in het donker in de winkel. Tenminste, ik hoop dat ze de lamp niet gaan aandoen. Maar dat verwacht ik wel. Heel misschien kan ik iets filmen met mijn telefoon. Maar ik ga niet mijn camera meenemen. Ik ben heel benieuwd. Deze video werd meer een soort van dagvlog. Omdat ik niet heel veel had geshopt. Maar ik hoop alsnog dat jullie het een beetje leuk vonden. Dus kijk nog even naar de leesgamebeelden. En dan denk ik dat dit dan het einde is van de video. Maar ik spreek jullie daarna nog wel heel even kort over wat ik ervan vond. En hoe het was. Dus... tot zo. Ik heb er zin in ieder geval. Ik ben weer terug. Voor jullie zit echt heel weinig tijd. Het is maar voor mij echt. Het is nu kort over 1. Het was echt vet gezellig. Het voelt echt super kort. Ik had echt nog wel wat langer doorgekund. Er waren ook best wel veel afterparties. Maar ze gingen eigenlijk alleen maar zuipen. En dat ga ik niet doen. Dus ik ga nu lekker gewoon slapen. Morgenochtend deze video editen. Hopelijk kwam die nog een beetje op tijd online. Hopelijk vonden jullie het leuk. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Laat nog wat leuks achter in de comments. Ik vind de comments altijd echt het leukste om te lezen en zo. Dus laat wat leuks achter. Soms schakelt YouTube de comments uit. Super hinderlijk. Dat komt dan omdat ik minderjarig ben. Weet dan dat ik dat niet doe. Dat doet YouTube. Want ik krijg dan een keer berichtje over van... waarom zeg je laat een comment achter en schakel je vervolgens de reacties uit. Dat doe ik dus niet. Lang verhaal, maar tot de volgende keer en bedankt voor het kijken. Doeg!